Nou, in de opleiding diergeneeskunde, hè, bij ons het, het trainen eigenlijk van de master co-assistenten wanneer ze hier de kliniek in komen. Ze krijgen daar ook een college in over de stand van de wetenschap in pijnschalen bij paarden, veulens, ezels, waar we nu allemaal ook aan het werk zijn. Maar belangrijker nog is dat de studenten het vervolgens ook echt in de praktijk gaan toepassen. Ze zijn betrokken in de zorg en in de monitoring en bewaking van de patiënten op stal. Dus bijvoorbeeld in de intensive care stal of als we postoperatieve patiënten hebben staan waarbij pijnscores moeten worden toegewezen, gaan zij dat ook zelf doen. Ze krijgen training, ze hebben een instructieformulier en zij gaan die pijnscores toewijzen. En op die manier oefenen ze zelf in hoe dit werkt en tegelijkertijd leveren ze belangrijke informatie over de patiënten voor de dagelijkse zorg.